Dus leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Voordat ik verder ga, wil ik even vragen of je al geabonneerd hebt. En zo niet, doe dat dan even. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Vandaag ga ik iets behandelen waar ongetwijfeld ook heel veel mensen last van zullen hebben. Als je een vest hebt of een overhemd, in ieder geval iets waar knoopjes op zitten, dan willen die na verloop van tijd nog wel eens loslaten. Als je hier je knoopje hebt, die is natuurlijk vastgenaaid met draadjes. En hoe langer je je vest of je overhemd draagt, hoe losser die gaan zitten. Op een gegeven moment vallen de knoopjes eraf. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Dus vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat het beste oplost. Kijk maar eens mee. Nou, de oplossing daarvoor is eigenlijk vrij simpel. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is nagellak of nagelverharder. Dat ziet er zo uit. Maar dat werkt natuurlijk ook hartstikke goed voor knoopjes. Dus dat zal ik je even laten zien. Stel je hebt hier een knoopje en die zit hartstikke los. Het knoopje valt er bijna af. Dan is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, is een beetje van die nagellakverharder pakken. En een heel klein beetje erop smeren. En je laat dit, nou ja, pak een beet 10 minuten, kwartiertje even drogen. Dan zal je knoopje weer vastzitten zoals nieuw. En hoef je dus geen zorgen te maken dat de knoopjes eraf vallen. Want ze blijven een hele tijd goed. Ik hoop dat jullie allemaal iets aan hebben gehad. Vergeet niet even een duimpje omhoog te geven. En ik vraag nogmaals, abonneer je. Want als je vragen hebt, dan kun je die namelijk gewoon stellen in de reacties hieronder. En dan gaan wij het voor je behandelen. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.